Hallo, Imke Bonte Deinzen. Ik heb dit jaar mijn eerste echte pijnjaar achter de rug. En ik heb een mooie voorraad lege broedranen die ik wil opslaan voor de winter. Eén probleem. Ik heb schrik van de wasmot. Die spelbreker kan al het harde werk van mijn bijtjes zomaar kapot maken. Mijn vraag is dan ook, hoe hou ik de wasmot uit mijn raten? Welke methoden zijn eenvoudig, maar wel doeltreffend? Jullie weten zeker raad. Hartelijk dank alvast. Dag. Ja. Dit zijn geslingerde ramen. En ze zijn vergeten ze, na het slingeren, een behandeling toe te passen ze tegen de wasmot. Toen ik 3 weken later terugkwam, was het onheil geschied en heeft de wasmot toegeslagen ze. En je ziet dus volledig vol met spinsels, allemaal poppen ze. Hoe kunnen we dat nu voorkomen? Er zijn 2 methodes. We kunnen ijsazijn gebruiken ze of we kunnen een zwavelstrook gebruiken ze. Het behandelen ze van onze leeggeslingerde natte honingramen met ijsazijn tegen de wasmot. Tweede voordeel, het ontsmet ook tegen de nozema. Hiervoor gebruiken we dus ijsazijn. In de literatuur zal je lezen dat je op uw stapel natte ramen, dat je bovenaan een recipiënt moet zetten, gevuld met ijsazijn. En dat ijsazijn zwaarder is dan lucht en dat zal zakken. De ervaring heeft me geleerd, dat helpt onvoldoende. De wasmotten die dan onderaan zitten, blijven dat overleven. Hoe lossen we dat op? We nemen een sponsdoekje of als je dat niet hebt, een beetje huishoudpapier, die leg je op uw ramen en hij doet dat bij ieder hoogsel. En opgepast, dan heet je daar een goede scheut ijsazijn op. Dan komt de volgende daarop. Dat is hier nou ook onze laatste. En op onze laatste gebruik ik een honingbokaal die ik voor de helft vul met ijsazijn. En ik plaats dat op de ramen. Daarboven komt dan een leeg hoogsel. Met de vermelding opgepast ijsazijn. En daar komt het deksel op. En zo is onze stapel uitgeslingerde natte honingramen beschermd tegen de wasmot en ook tegen de nozema. Een tweede methode is iets gemakkelijker. Hier in de Brielmeersense hebben we wel een speciale onderbak. Je kan daar thuis gewoon een leeg hoogsel voor gebruiken. Daarin staat dus een speciaal metalen toestelletje. We plaatsen dus de zwavelstrook . We steken de zwavelstrook aan. En we plaatsen dat in de stenen kruik. En je ziet dus de dampen gaan er omhoog. Ja, hij is goed vertrokken.